welkom bij een nieuwe vlog. Het is geen ochtend, geen middag, maar het is avond. En niet eens vroeg op de avond, het is nu 7:45 precies. Er is een reden dat ik nu ben gaan vloggen, omdat... Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik wil jullie eigenlijk wel wat vertellen. Maar ik hou het echt nog heel eventjes voor mezelf. En jullie zullen het binnenkort wel gaan weten in de video's. Maar ik heb morgen iets heel spannends te doen. Iets wat ik ook nooit eerder heb gedaan. Ik zet jullie lekker aan het denken, zoals jullie kunnen zien. Dus ik vind het heel erg spannend. Ik ben heel erg nerveus. Ik heb mijn kleding al klaargelegd voor morgen. En ja, ik ben er gewoon ontzettend benieuwd. En ook niemand weet het. Alleen mijn opa en oma, oom en tante en mijn ouders weten het. Verder weet niemand het. Dus... Ik vind het heel erg spannend en ik hoop dat alles goed gaat en alles gaat lukken. En in ieder geval zie ik jullie gewoon morgenochtend. En ik ga jullie gewoon lekker meenemen, maar ik ga jullie niet vertellen wat. Dat zien jullie echt heel erg snel, dus in ieder geval, ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen allemaal, welkom bij de tweede dag. Oh my gosh, ik ben zo moe. Het is niet eens heel erg laat. Ik was om 8:30 al op. Ik heb een beetje keelpijn. Verder gaat alles gewoon heel erg goed. Het is voor mij een hele speciale dag, een hele spannende dag. Ik ben niet nerveus, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe alles gaat lopen. En of alles goed gaat. Ik ga me eigenlijk lekker klaarmaken. Ik heb mijn kleding klaargelegd. Ik ga even lekker ondertussen wat video's draaien. En ja, ik heb mijn nieuwe tas. Of ja, mijn tas. Ik had gisteren mijn nieuwe tas. Die heb ik omgewisseld in mijn zwarte nette tas. Ik ga jullie gewoon allemaal hints geven vandaag. En ik hoop dat jullie het kunnen raden. En zo niet, dan horen jullie het gewoon heel erg snel. In ieder geval, ik heb het heel erg koud mijn venster ook te draaien. En ik ga me gewoon eigenlijk lekker aankleden. Oké, ik... Ik ben ondertussen aangekleed, of ja, half. Ik moet zo meteen nog een zwarte broek aan. En ik moet mijn jasje zo meteen nog aan. Ik ben ondertussen even lekker wat achtergronden aan het zoeken voor mijn mobiel. Ik heb weer zo'n periode dat ik een achtergrond voor mijn mobiel heb. En een dag later denk ik, nee, dit wordt hem niet. Dus ga je weer zoeken en weer zoeken. En zo blijf ik wel een tijdje doorgaan. Ik ben ondertussen ook even lekker aan het eten. Ik heb lekker toastjes gepakt. Lekker een licht ontbijtje met wat leverworst. En een mesje natuurlijk om te smeren. Ondertussen ben ik wat video's aan het kijken. En hier gewoon even lekker chill. Lekker om gemak wakker worden. Ik moet mijn make-up nog doen. Dus dat komt misschien allemaal wel goed. Maar gewoon even lekker rustig aan. Goed, ik ben helemaal omgekleed. Helemaal netjes. En jullie zullen vanzelf wel zien wat er allemaal gaat gebeuren. En we gaan eerst even gauw naar de intratuin. Goed, ik heb de vlog gisteren niet afgesloten. Sorry jongens, maar ik heb zo'n ontzettend drukke en ook leuke dag gehad. Het is allemaal goed gegaan waar ik gisteren voor weg ben gegaan. En dat is gewoon allemaal goed gegaan, daar ben ik heel blij om. Maar ik kan jullie dat nog niet vertellen. Ik ga jullie dat echt zo snel mogelijk wel vertellen. Maar ik werd vanmorgen dus heel vroeg wakker. Mijn vader had volgens mij het alarm laten afgaan of zo weet ik het. Dus ik ben verder gaan slapen. En ik werd net wakker. Ik hoorde Rio heel hard piepen en roepen. Ik denk, wat is aan de hand, joh? Dus ik keek op mijn klok en het is al 8:00. En normaal is het hier beneden. Of niet, ja, rond deze tijd. Mijn moeder ligt schijnbaar nog te slapen. En hij roepen. Maar het ding is met Rio, als ik hem pak, raakt hij een of andere in paniek of hij gaat bijten. In dit geval wilde hij eerst bijten. En daarna wilde hij in paniek raken. Dus hij vloog zijn kooitje uit. Zo naar de deur toe. En hij viel wel weer op de grond, dus ik pakte hem. Dus, maar in ieder geval, hij zit niet in mijn kamer. Ik heb hem zover gekregen om hem mee te nemen. Dus hij zit lekker hier te kletsen, hè? Hallo, goedemorgen.
Hij zit lekker op zijn boompje, lekker te kletsen. Ik moet eigenlijk even plassen, maar ja, ik wil de papegaai niet alleen laten. Dus misschien ik heel graag plassen. En dan weer heel graag terug gaan komen. Maar hij zit echt te kijken van, wat kan ik nou doen? Maar in ieder geval, jongens, dit was de vlog. Misschien een beetje rommelig, sorry daarvoor. Maar dit is echt een ding, daar kan ik niks over zeggen tegen jullie. Dus jullie zullen het wel heel gauw horen. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog. In deze video een blauw duimpje omhoog. Voor alle nieuwe mensen, abonneer op mijn kanaal hier beneden. En ik zie jullie heel snel bij een nieuwe vlog.